Hij is de man die met de verkiezingen in zicht het politieke speelveld overhoop gooit. De verwachtingen rond Pieter Omtzigt zijn torenhoog. Zijn fonkelnieuwe partij, NSC, Nieuw Sociaal Contract, wil inzetten op een humaner bestuur en het wegnemen van vertrouwen en zorgen dat mensen die in armoede leven het beter krijgen. Die boodschap slaat aan. Maar hoe wil hij dat doen en met wie? Hartelijk welkom, Pieter Omtzigt. Goedemorgen. Die verwachtingen, zijn die eigenlijk te hoog? Ja, voor een nieuwe partij wel. En voor u persoonlijk? Nou, dat was inderdaad de reden dat ik even aarzelde om het te doen. Want ik wist dat de verwachtingen er zouden zijn. Maar ik vind, als je ideeën hebt, ik heb ze een paar jaar geleden ook in een boek opgeschreven en de afgelopen 2 jaar verder uitgewerkt, dan moet je ze ook willen uitvoeren. Ja. En dat gaan we proberen. Maar het gaat ver, hè? Want het gaat over integriteit. Het gaat over eerlijkheid, transparant bestuur. U bent bijna de verpersoonlijking van een nieuw politiek tijdperk. Ik kan me voorstellen dat die druk die op uw schouders ligt wel enorm is. Nou ja, gelukkig zijn er 150 Kamerleden nodig. En ik denk dat ik maar één zetel ga invullen van die 150. Dus die nieuwe politieke cultuur die zal vanuit meer partijen komen. En daar heb ik ook wel vertrouwen in dat dat komt. Ja, maar die druk is groot dus. De druk is er, maar ja, die zit er altijd in de politiek. Ja. Er zijn natuurlijk nog veel vragen. En heel veel vragen ga ik u ook stellen tijdens dit gesprek. Simpele vragen, zoals bijvoorbeeld, hoe lang zal die kandidatenlijst van u worden? Gaat u nou meedoen? Bent u daar al uit in al die kieskringen of niet? Dat hoort u voor 1 oktober. En ik ben op dit moment ontzettend druk. Tot en met gisteravond heb ik nog 4 Zoom-gesprekken gehad met potentiële kandidaten. Ja, dus u weet op dit moment nog niet of in al die kieskringen u ook daadwerkelijk meedoet? Ik kon gewoon aan, zo rond 1 oktober. En dan hoort u wel hoe het gaat met de lijst. En we zijn er zo druk mogelijk mee bezig. En hoe meer tijd ik ervoor heb, hoe beter het wordt. Oh, u wil nu weg. Nou, het was een eindje om hier te komen vanuit Enschede, hoor. Met openbaar vervoer en de Dam-to-Damloop waar ik doorheen moest. Dus, het is ook heel fijn dat u hier bent. Even die andere simpele vraag, premierskandidaat. Ook dat hoort u wel een keer tegen die tijd, als dat nodig mocht zijn, hoe dat gaat. Zullen we dan maar hebben over bestaanszekerheid? Ja, lijkt me wel leuker, want wat ik merk is, de verkiezingscampagne gaat erom dat er echt iets verandert. En dat zei je al, er is echt een verandering nodig. We hebben na 20 jaar, en eigenlijk nog wel lang, een neoliberaal beleid, de staat een stuk uitgehold. En dat merken burgers en dat merk je van de overheid. Ja, dat begrip, dat is opeens het begrip van deze verkiezingen. Hè? Ja. Het is ook een beetje een buzzword. Het is ook natuurlijk, de een verstaat er dit onder, de ander verstaat er dat onder. U heeft wel als een soort spelverdeler dat begrip hier geïntroduceerd bij deze verkiezingen. Dat moet voldoening geven. Nou, ik ben er al een paar jaar mee bezig, maar ik heb het ook niet zelf bedacht. Het staat gewoon in de grondwet, artikel 20. En dat is een opdracht die alle politici hebben, dus zowel Kamerleden als de regering, om voor de bestaanszekerheid van de bevolking te zorgen. En dat staat er al sinds 1983 in, dus al een jaar of 40. Ja, om te voorkomen dat we bestaanszekerheid zien als het feestje waar iedereen wel terecht kan. Ja. Wat verstaat u er precies om? Bestaanszekerheid is dat de staat en de samenleving zo ingericht is dat als je normaal je dingen doet, je niet je constant zorgen hoeft te maken om je bestaan. De staat moet het geven, moet dat garanderen. De staat richt in. Nee, de staat garandeert niet. En dat is precies de discussie die nu speelt. De bestaanszekerheid lijkt verengd te zijn tot een discussie over het bestaansminimum. Nou, het bestaansminimum, de bijstandsuitkering of het wettelijk minimumloon als je kostwinner bent, ja, dat is te laag. Daar zijn ook rapporten over uitgekomen. Maar die bestaansonzekerheid die raakt veel grotere groepen. Het tekort aan woningen is zodanig dat ook de middenklasse daar heel veel last van heeft. Want je kunt wel een redelijk inkomen hebben, maar als je in de private sector hier in Amsterdam moet wonen en je betaalt 12, 14, 1500 euro voor een woning, dan kun je wel een inkomen hebben dat bruto ver boven het bestaansminimum ligt, maar eigenlijk hou je dan net zo weinig over als die mensen. Dus er moet iets met woningen gebeuren. Je moet ervoor zorgen dat voedsel betaalbaar en bereikbaar blijft. Nou, dan zul je zeggen voedsel. Ja, als ik 3 jaar geleden energie gezegd had, dan had je ook gezegd energie. Daar hebben we niet goed voor gezorgd. We hebben dus een enorme gasbel in Groningen. Ja. En die hebben we overal voor gebruikt om te verkopen aan de hele wereld. Maar toen we het zelf nodig hadden, toen hadden we alles verkocht. Ja. Kijkend even naar de harde waarheid met betrekking tot bestaanszekerheid. Alles wat u noemt, is duurder geworden. Ja. Van de voedselprijzen tot de huren, de zorgpremie, alles. Ja. Dus dit gaat geld kosten.
Het gaat... Het interessante is dat nu iedereen over elkaar heen duikelt dat het A om het bestaansminimum gaat en dus om het minimumloon. Ik zeg, let nou ook op of je de voorzieningen die je nodig hebt betaalbaar kunt houden. En dat betekent voldoende bouwen, zodat de prijzen van de huurwoningen niet verder omhoog gaan en de wachtlijsten omlaag gaan. Dat zal een enorme klus worden. Dat zal zeker 1 jaar of 10 duren voordat je het woningtekort hebt opgegeven in dit land. Bij energie, ja, we hebben dat gas in Groningen, dat gaan we dus nu stoppen. Maar het gas onder de Noordzee kunnen we wel gebruiken als we dat winnen, om ervoor te zorgen dat het beschikbaar is voor de eigen huishouden, zodat je niet met enorme prijsschommelingen te maken hebt. Frankrijk heeft dat met de elektriciteitsprijs is daar redelijk constant gebleven. Een stukje gestegen, maar niet 3 keer over de kop zoals het hier gegaan is. Omdat men dat anders gegarandeerd had als staat. Ja. En daar zul je wat aan moeten doen. Wat nu dreigt te gebeuren is dat iedereen zegt het minimumloon moet hoger. Zegt u dat niet? Het minimumloon moet wel een stuk omhoog. Maar ik zeg, als je alleen het minimumloon gaat verhogen, het minimumloon in Nederland is al zo'n 250 euro hoger dan in Frankrijk en het dubbele van wat het in Spanje is. Ja. En we zitten in 1 Europese Unie... dan zijn de prijzen bij ons te hoog, niet het minimumloon te laag. En dan moet je dus wel zorgen dat je ook zorgt dat je prijzen niet hard stijgen. Want als je dat doet, dan prijs je zelf ook nog uit de markt bij de volgende recessie. Ja, dus partijen die zeggen, zoals GroenLinks, Partij van de Arbeid, dat minimumloon moet naar 16 euro. Dat is bruto per uur, hè, overigens. Ja. 18 euro, zegt de ChristenUnie. Wat biedt u? Dat in het partijprogramma, wat ik denk eind oktober of zo zal komen, zult u ongetwijfeld er meer over lezen. Maar ik bied een heel pakket. Maar ik hoop niet dat u in dit gesprek alles doorverwijst naar wat wij in de toekomst nog van u te horen krijgen. Nee hoor. Oké, dus even over dat minimumloon. Mogen we ook bij u verwachten dat we er zijn, denk ik, toch veel kijkers benieuwd naar. He, ook omdat de uitkeringen daarmee samenhangen. Ja. Dus het is wel degelijk natuurlijk een heel belangrijk begrip. Wat gaat u doen? Het minimumloon zal een stukje stijgen. Maar als je alleen let op het minimumloon en niet op de beschikbaarheid van woningen, en als je vergeet dat je voedsel betaalbaar en bereikbaar moet houden, dat je energie betaalbaar en bereikbaar moet houden, dan heb je slechts een gedeelte van het verhaal. Dus u zegt, combineer het met andere maatregelen. En dan hebben we nog niet over de arbeidsmarkt gehad en de flexibele contracten. Nee, en ook niet over de bijstandsuitkering en de AOW. Want die zijn gekoppeld op dit moment aan het minimumloon, zoals u weet. Ja. Blijft dat zo wat u betreft, als ook dat minimumloon omhoog gaat? Ja, ook in uw programma? Ja, de koppeling lijkt mij... Kijk, dat is de basis onder hoe we de sociale zekerheid hebben ingericht. Als je een bestaansminimum zegt, het is gekoppeld aan het minimumloon, en je zegt, de AOW is het bestaansminimum, dan moet je ervoor zorgen dat daar een koppeling bij zit. Is dat nog te betalen, ook in de toekomst, met de vergrijzing? Dat is waarom de AOW-leeftijd een stukje omhoog gegaan is. Mm-hmm. Zodat het beter te betalen is. Maar ook omdat de levensverwachting gestegen is, kunnen mensen iets langer doorwerken. Dat is te betalen, maar daarom zeg ik, je kunt niet alleen maar het minimumloon verhogen. Je moet ook zorgen dat je voorzieningen betaalbaar blijven. Zeker, dat heeft u benadrukt, keer op keer. Dat is ook prima. Tegelijkertijd, dat geld voor die verhoging van minimumloon, uitkeringen, AOW, dat moet natuurlijk ergens vandaan komen. Ja. Waar gaat u dat halen? Op dit moment vindt de koppeling gewoon aan de lonen en de inflatie plaats. Dus daar stijgt het een stuk door. Jawel, dus maar waar betaalt u het van? Nou, daarmee stijgen ook de belastingen. Dus op het moment dat je het gekoppeld houdt, ongeveer aan de loonstijging, kun je het gewoon uit de belasting betalen. Dat heeft gewoon met inflatie-effect te maken. Daarom heb ik ook niet gezegd, we gaan onmiddellijk naar 18 euro. Nee. Vindt u ook dat bijvoorbeeld, als daar geld voor nodig is, dat het ook bij vermogens gehaald kan worden? Of bij bedrijven? Of bij grote bedrijven? Ik heb mijn voorkeur voor het laatste rapport van de Algemene Rekenkamer, dat vrij duidelijk zegt dat er heel veel belastingkortingen zijn. Dus dat je aan de ene kant ziet dat de expats in de 30%-regeling, dus als je hier een expat bent en je verdient 4000 euro per maand, dan is de eerste 1200 euro is netto. En dan betaal je maar belasting over 2800. Dat verknalt hier de huurmarkt volledig in Amsterdam. Want degene die naast je zit en hetzelfde verdient, die kan veel minder betalen voor zijn woning. Dat wilt u aanpakken? Dat wil ik een stukje beperken. De dividendbelasting, dividendstrippen, als je dat op de Deense manier doet, levert dat ongeveer 1 miljard op. Ik heb de afgelopen jaren verschillende voorstellen ingediend van het belasten van kleine vliegtuigjes, die vrijgesteld van de vliegbelasting. Houd toch op. Die schepen die hier varen. Die cruiseschepen. Als die hier de stekker hier erin doen, dan betalen ze geen elektriciteitsbelasting. En als u 3 ogen achter woont, dan betaalt u 2 keer zoveel voor elektriciteit. Er is een hele serie
belastingkortingen die eigenlijk nergens op slaat. En dan moet je een keer heel goed doorheen. Ja, over belastingkortingen gesproken. Ja. Die subsidies op fossiele brandstoffen. Dat blijkt dus deze week dat het er 40 tot 46 miljard euro gaat dat om. Nou ja, daarvoor zitten de actievoerders van Extinction Rebellion op de A12 dag na dag. Ja. Zou daar niet eens wat geld te halen zijn? Ik denk dat het verstandig zou zijn om internationaal afspraken te maken over het belasten van bijvoorbeeld scheepvaart. Die volledig uitgezonderd zijn van belastingen. Mm-hmm. Dat is een aantal miljarden. In Nederland is dat bedrag zo opgelopen vanwege de manier wat men een subsidie noemt. Dus even de technische definitie. In 2017 betaalde een huishouden over een kuub gas 27 cent belasting. Ja. Dat is vorig jaar 46 cent geworden, dus bijna verdubbeld. Mm-hmm. En wat zeggen de actievoerders? Als we nou alle bedrijven ook 46 cent laten betalen, dan noemen we dat subsidie. Dus daarom is dat bedrag zo hoog geworden, omdat de particulieren zoveel zijn gaan betalen. In vergelijking tot de bedrijven? In vergelijking tot de bedrijven. Dus laat die bedrijven meer betalen, zeggen de actievoerders. Zegt u ze dat na? Ik denk dat als je bepaalde industrieën nu zegt van u gaat 46 cent bedragen, dat je ze het ticket naar het andere land die kunt geven. Dus als je kijkt, ik hecht ontzettend aan een gelijk speelveld tussen landen in de Europese Unie en de bedrijven die hier willen houden. Dus daar wordt een heffing op de CO2-uitstoot Europees ingevoerd. Maar even, hè? Ja. Het gaat om een totaal aan belastingkortingen voor fossiele brandstoffen van 40 tot 46 miljard euro. Hoeveel zou dat wat u betreft idealiter moeten zijn? De helft of nul? Dan moet je het hele lijstje doorlopen. En wat ik al zeg, de eerste 15 miljard kun je niet, want die zitten in internationale verdragen vast. Scheepvaart, dus dat gaat niet lukken, de rest? Nou, dat gaat wel lukken, want die scheepvaart moet je er wel onder brengen. Okay. Als je gewoon voor de helderheid, als je ziet wat bepaalde schepen verstoken, dan kun je echt veel beter in een benzineauto rijden. Maar goed, dus daar haal je het bedrag niet mee binnen natuurlijk, hè? Dat zijn miljarden. Ja. Als je dat internationaal regelt. Geen 40 tot 46. Nee, die 40 tot 46 niet. En degenen die denken dat je 40 tot 46 miljard gaat binnenhalen, mm-hmm, die denken dat als je Nederlandse bedrijven zodanig belast dat ze 10 keer zoveel belasting betalen als in landen hiernaast en dan hier blijven. Dat gaat niet werken. Dat gaat niet werken. Dus, okay, maar dus even, als je dit wilt doen, ja? Dan zul je in Europees verband ervoor moeten zorgen dat er zwaardere CO2-heffingen komen. Ja. En je een gelijk speelveld behouden. Okay. En deze actievoerders zeggen, wat er nu eigenlijk gebeurt is immoreel. Hè, deze subsidies, deze belastingkortingen, dat is heel erg. Omdat daarmee de wereld naar zijn grootje gaat. Zegt u ze dat eigenlijk ook na? Nou, wat ik wel heel vervelend vind, is dat het klimaatbeleid dat de Nederlandse regering heeft opgezet, dat klimaatbeleid vooral over subsidies gaat aan die grote bedrijven om groener te worden. Dus dat het klimaatbeleid, en dat is precies een van de dingen die ik constant in mijn boek beschrijf, is dat we hebben de subsidies gegeven aan de grote bedrijven en aan de huishoudens die het geld hebben. Ja. Dus die konden met subsidies zonnepanelen met de salderingsregeling, waar je ze binnen 6-7 jaar terugverdient. Mm-hmm. Die konden een Tesla kopen. En de subsidies voor huurwoningen die geïsoleerd moesten worden, waren een stukken kariger. Dus als je als econoom denkt van wat ga je doen, dan begin je met het subsidiëren van de mensen die in die bestaansonzekerheid zitten. Mm-hmm. En aan de bovenkant kun je de volle prijsprikkel loslaten. En ook aan bedrijven. Dus ik zou bij het klimaatbeleid meer uitgaan van normeren en beprijzen. Alleen niet het volle bedrag dat u daar denkt. Want dan kunt u op geen enkele wijze denken dat wij hier bedrijven doen. En dan gaan die bedrijven vak over de grens zitten. Gaan ze daar produceren. En dat is niet de bedoeling. En dan gaan ze daar produceren. En dan zeggen wij gebruiken geen CO2-uitstoot, maar we kopen precies die producten. Okay. Dus ik bedoel, kom op, we moeten dat waterbedeffect, daar gaan we het ook niet voor doen. U heeft het ook over de mensen die aan het bestaansminimum zitten. Ja. Of de mensen die daar in die buurt zitten. Nou is het zo, begrijp ik, dat tijdens dit kabinet, wat niet zo heel lang natuurlijk heeft geregeerd, ruim anderhalf jaar, het aantal mensen in armoede gedaald is. Van 1 miljoen ongeveer, het ging richting 1 miljoen in die tijd, naar 825.000 nu, volgens het CPB. Verdient het kabinet daar een compliment? Nee, ze hebben de verkeerde definitie gebruikt.
Ze hebben de definitie gebruikt van de geïndexeerde bijstandsuitkering uit 1979. Oké, nu wordt het hogere wiskunde, vrees ik. Maar... Ja, dat ben ik ook bang voor. Ja. En ik ga dat uitleggen. Ik zal nog proberen nog een klein boekje of geschrift te doen voor de verkiezingen waar ik dat probeer uit te leggen. Oké. Maar de armoededefinitie die gehanteerd wordt, die heeft eigenlijk geleid dat begin jaren 80 er 15-16% mensen volgens die definitie arm waren en nu nog maar 5%. En tegelijkertijd waren er toen niet het Rode Kruis dat zei dat er 400.000 mensen in voedselarmoede zitten en nu wel. En dat komt door de verkeerde statistiek. En dat is waarom de Europese Unie alle grote organisaties zeggen, je moet je armoededefinitie relatief aan het gemiddelde houden. En dat hebben we niet gedaan in Nederland. Okay, en dan daalt die eigenlijk altijd een beetje. Maar de mensen die aan de onderkant zitten, die hebben het veel kleiner. Veel slechter. Ja. Dus deze definitie is behoorlijk misleidend. De definitie is misleidend, zegt u. Ik ben bang dat ik dat wel even moet nalezen in het boekje dat u nog gaat schrijven. Maar dat is. Nou, dan kunt u het ook nalezen in het rapport over het sociaal minimum. Okay, want dat rapport dat berekent dat. En dat laat zien dat de huidige definitie, dat vooral gezinnen met twee of meer kinderen, ja, buitengewoon veel tekort schieten volgens de minimumdefinitie. En in de minimumdefinitie zit bijvoorbeeld ook geen auto, om een voorbeeld te noemen. Dus je verwacht wel dat mensen aan het werk kunnen, maar ze mogen er geen tweedehands auto bereiden. Dus die minimumdefinitie is niet zo heel hoog. En die definitie moet aangepast worden. Dat is heel vervelend. En dan klopt de berekening. Is het wel goed dat het kabinet het kindgebonden budget een stuk verhoogt? Ik wou net zeggen, want het kabinet... Daarmee wordt de armoede onder kinderen wordt daar ook echt wel een stuk mee bestreden. Ja. Het kabinet verhoogt de kindgebonden budget, maar ook de huurtoeslag gaat omhoog. Het kabinet trekt voor de komende tijd 2 miljard euro uit. Dat verdient dan wel een compliment? Ik denk dat vooral de verhoging van het kindgebonden budget. In Nederland zijn de kindregelingen het meest karig van de hele, van ongeveer de hele rijke wereld. Dat verstandig is om de kinderarmoede te bestrijden. Ja. Ja. Dinsdag, Prinsjesdag, algemene politieke beschouwingen. Bent u er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Omdat u nog niet precies al uw standpunten wilt prijsgeven. Nee, waarom zou ik dat nu doen? Nou ja, het is Buitenhof, mooi publiek. Nee hoor, ik ben er helemaal klaar voor, ook voor deze begroting. Het is een beetje lastig om precies op de maatregelen in te gaan, want het is nog onder embargo voor mijzelf. Helemaal klaar voor het nieuwe politieke seizoen. Ja. Ik denk dat juist dat over die bestaanszekerheid. En wat dat betreft trouwens, over dat nieuwe politieke seizoen, zien we ook iets opmerkelijks. Dat allerlei mensen, politici, naar uw hand dingen. Onder andere de heer Wilders. Die zegt tegen u, in tegenstelling tot vroeger, Pieter Omtzigt, alsjeblieft, sluit mij niet uit. Vindt hij gehoor bij u? Nou, ik heb gezegd dat zijn standpunten raken aan de rechtsstaat. En daar heb ik grote moeite mee. Dus daarom heb ik gezegd dat ik wil regeren. Daar ben ik ook toe bereid. Dat vroeg een aantal mensen ook. Ik wil regeren juist op de punten met partijen die rechtsstaat heel laat. En dat is hij dus niet, zijn partij? Dat heb ik de afgelopen jaren niet bepaald gezien. Nee. Dus u verandert daarin niet van standpunt, neem ik aan? Nou ja, even voor de helderheid. Nou, ik heb gezegd, ik werk samen met andere partijen. Ik kan me dus ook best minderheidskabinetten voorstellen. Lijkt me trouwens ook heel gezond in Nederland. Want dan zou eigenlijk eens een keer een discussie in het parlement zijn zonder dat het van tevoren is dichtgetimmerd in een coalitie. Nou, dat zijn allerlei mogelijkheden. Oké. Eén ding nog. U heeft groot aandeel gehad samen met Renske Leijten en Farid Azarkan in het blootleggen van het kinderopvangtoeslagenschandaal. Henk Kamp werd deze week verhoord bij de parlementaire enquête fraudebeleid. Aan het slot van dit gesprek wil ik nog even met u daarnaar kijken. Hij zei onder meer, ja, die cijfers, daar ging het dan over in dit deel van het verhoor. 90-96% van de burgers valt niets te verwijten. In die affaire hebben die zich volledig aan de regels gehouden. En over die cijfers ging het. En dan zijn dit de cijfers. En dan begrijp ik dan goed dat u zegt, maar ik heb nog andere bronnen. Waar bestaan die bronnen dan uit om te toetsen of die naleving anders is? Nou, het is niet zo dat je uitsluitend af kunt gaan als bewindspersoon op wat je aangereikt krijgt door je medewerkers. Je moet ook breder geïnformeerd zijn. Je moet ook je eigen kennis hebben. En het bleek ook wel, heb ik net willen zeggen, dat bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer kwamen daar heel andere gevoelens vanuit de bevolking naar voren. Ja, dit ging dus over de bijstand. Ja. Hoe kijkt u hiernaar?
Eigenlijk vind ik het schokkend. Als een minister denkt dat de cijfers niet kloppen van zijn ministerie, dat kan. Maar dan moet hij dat onderbouwen of nieuw onderzoek laten doen. Als hij dus beleid maakt op wat hij zelf denkt dat de werkelijkheid is, zonder daar iets voor aan te leveren, dan krijg je echt feitenvrije politiek. Met grote schade aan mensen tot gevolg. Ja, want dit ging over gevoel. Ja. In die tijd, 2010, 2012, u was ook Kamerlid. Fraude stond hoog op de politieke agenda. Ja. Bent u er zelf ook anders over gaan denken? Over dat fenomeen fraudebestrijding en hoe streng je daarin moet zijn? Nou, in 2013 hebben we die Bulgarenfraude gehad. En als er echte fraude is, en dat was inderdaad zo, want er waren gewoon bussen die zich op één adres inschreven en eigenlijk geen rechten, volgens ons, die toeslagen niet moesten hebben. Mm-hmm. Dan moet je dat bestrijden. Dat had je via de adresfraude kunnen doen. Toen de wet in de fiscaliteit en de toeslagen kwam en ze zeiden, we gaan de fraude bestrijden, toen zei ik, maar wat is dit voor een wet? Want de regering zei van, nou, wij gaan de termijn oprekken dat mensen, één van de maatregelen die in zat, van we gaan de termijn oprekken dat mensen nog 26 weken, dat wij 26 weken de tijd hebben om te beslissen over een toeslagaanvraag. En toen diende ik een amendement in van, ik heb dat het liefst binnen 9 weken. Want stel je voor, je bent een bijstandsgerechtigde en je hebt een uitkering en je vindt een baan. En je vindt een plek voor de kinderopvang. Dan kun je toch niet een half jaar wachten voordat je weet of je die kinderopvangtoeslag krijgt. Nee. En toen kreeg ik het verwijt in de Kamer van zowel Wekers als de VVD-woordvoerder. Maar u wilt helemaal geen geen misbruik bestrijden. Ik zei, maar dit is geen misbruik bestrijden. Hier raak je de juiste mensen mee. En toen PvdA, VVD en heel veel andere partijen gingen dus niet mee met mijn voorstel. Dat zei van, joh, 26 weken is veel te veel. Maar de algehele visie is veranderd, hè? In die tijd was fraudebestrijding was nummer 1. Iedereen vond het belangrijk. Het grootste deel van de Tweede Kamer ook. En een nieuwe bestuurstijl, wat u graag wil, is misschien ook, ja, eerlijk zeggen of op tafel leggen dat er sprake is van voortschrijdend inzicht. En dat u misschien ook zegt, nou, ik vind dat fenomeen, fraudebestrijding, op dit moment niet zo'n prioriteit verdienen als toen. Ik denk dat we soms de verkeerde fraude bestreden hebben. Ah. Ik denk dat we later goed zagen dat bijvoorbeeld de grote banken hebben boetes van 700 miljoen gehad voor ontbrekende witwascontrole. En dat aan de bovenkant er te weinig gedaan is en mensen aan de onderkant echt veel te hard aangepakt zijn. Bijvoorbeeld bij het kinderopvangtoeslagenschandaal. En dat zet u dan tegenover de banken? Ja, maar bij het kinderopvangtoeslagenschandaal zie je dus al dat al in 2009, dus dat is nog voor die tijd, de Belastingdienst zegt, wij gaan de alles of niets ding doen. Dus als je bijvoorbeeld 10.000 euro kinderopvangtoeslag per jaar krijgt en er is een discussie of je misschien 100 euro te veel gehad hebt, mm-hmm, nou, dan is het logisch dat je 100 euro terugvordert of misschien 150 euro. Maar dat de Belastingdienst zou zeggen, we gaan nu 10.000 euro terugvorderen, dat stond niet in de wet. Dat is nooit aan de Kamer toen meegedeeld dat ze dat gingen doen. Daar zijn mensen volledig aan kapot gegaan. De verkeerde fraude is bestreden. Dat was geen fraude. Nee. Dat stond niet in de wet. En de Belastingdienst heeft jarenlang zich niet aan 13 wetten gehouden. Die heeft ze overtreden. En als in de rechtsstaat de Belastingdienst die behoorlijk harde middelen heeft ten opzichte van burgers, zich niet aan de wet houdt, dan heb je een megaprobleem in je rechtsstaat. En dat hebben we deze week nog een keer gezien. Er blijkt een database te zijn waar we allemaal in zitten met honderden items over onszelf, waarvan ik in 2018 al vroeg, wat is dat? Toen hoorden we niks. En nu 5 jaar later blijkt ongeveer iedereen te zitten en weten we nog steeds niet wat erin zit en gaan ze een extern onderzoek laten doen. Maar het is weer duidelijk, ze houden zich niet aan de wet. En misschien moeten ze uw gegevens bijhouden als Belastingdienst. Maar als u dat niet weet en u niet kunt controleren en die gegevens zijn fout, dan komt u in een Kafka-staat terecht. En dat moet niet gebeuren. Daarom 2 speerpunten. Beter bestuur, dat betekent een eerlijkere en transparante overheid. Ja. En goed opletten bij die bestaanszekerheid voor de mensen aan de onderkant. Er zijn 10.000 gezinnen die nog onder dat bestaansminimum zitten door de samenloop van regelingen. Ja. Dat lijkt niet opgelost te worden door dit kabinet. Dat wil ik deze week opgelost zien, want dat hadden ze beloofd. Dat zit al 6-7 jaar in de pijplijn. Lagere prijzen. En dan zegt u, bent u links? Nederlandse bank, IMF. Heb ik dat gevraagd? Nee, dat heeft u niet gevraagd, maar dat krijgen we wel zoals verwijt. Over lagere prijzen. Okay, okay. DNB, IMF zeggen allemaal dat de inflatie op dit moment gedreven wordt door de hogere winsten. Ja. Dus daarom zeg ik, als de inflatie door hogere winsten wordt gedreven, dan is het dus
dan moet je dus wel voor zorgen dat je marktregulering zodanig is dat die overwinsten verdwijnen. Dat doe je niet door hogere belastingen op winsten, ja, want het gebeurt niet overal. Dat doe je door ervoor te zorgen dat voedsel, energie, wonen bereikbaar en betaalbaar blijft. Okay. En dat je een wat vastere baan kunt vinden. Dus natuurlijk een proeftijd blijft. Blijft dat er uitzendbureaus zijn. Maar dat je hoopt dat je na een aantal jaar die vaste baan hebt. En dan, even, dan wordt dit land ook een stuk... Want als mensen niet met hun bestaanszekerheid inzitten, dan wordt het ook een stuk makkelijker om... Dan verdwijnt er ook een stuk stress uit die samenleving. Okay. 400.000 mensen die te weinig hebben om te kunnen eten, dat is toch echt iets om je voor te schamen. Heel veel dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Bedankt voor het kijken. En vond je dit een goed gesprek? Vergeet je dan niet te abonneren. Een like of een comment achterlaten kan natuurlijk ook. Oh ja, had je dit al gehoord? Dat is uiteindelijk de opdracht van de politiek, dat je het beter maakt. Hmm. Het moet beter voor deze mensen, zodat ze niet meer in de shit zitten. Maar het moet ook beter, zodat we in de toekomst geen shit meer veroorzaken. En dit...